Hey, wat goed dat je kijkt. Laten we snel beginnen. In dit uitlegfilmpje vertel ik je wat meer over het hart. Aan het eind van deze uitleg weet jij dat het hart uit 4 holtes bestaat. Weet jij dat het hart een linkerkant en een rechterkant heeft? Weet jij hoe het bloed door het hart heen stroomt? En weet jij dat het hart wordt voorzien van zuurstof door behulp van de kransslagaders? En de kransslagaders die bevinden zich om het hart. Oké, nou hier zie je het hart. En het hart bevindt zich tussen de longen achter het borstbeen. En het hart heeft nogal wat onderdelen. En als je wil begrijpen hoe het bloed door het hart heen stroomt, is het wel even belangrijk dat je ook weet hoe dat hart is opgebouwd. En dat kan ik het beste uitleggen met een schematische tekening. Dus dat gaan we doen. Hier heb je ongeveer de vorm van het hart. Je hart is ongeveer net zo groot als je vuist en bevindt zich wat meer aan de linkerkant van je borst. Hij zit wat naar links gedraaid. En het hart die kan je eigenlijk door midden splitsen. Er zit namelijk een wand aan in het midden. En die zorgt er eigenlijk voor dat het bloed gescheiden wordt. En ik leg zo uit waarom. Je hebt namelijk een rechterkant en een linkerkant van het hart. En als je zo kijkt, dan denk je, nou voor mij is dat niet links. Maar je bekijkt zeg maar het hart vanuit jouw lichaam. Dus als je ziet hier zo het plaatje en als je het hart terug zou stoppen in je lichaam, dan is de ene kant de linkerkant, dus dan klopt het wel voor jou links, en de andere kant is rechts. Nou, het heeft dus twee kanten het hart, maar het hart bestaat eigenlijk uit 4 holtes. De bovenste holtes en de onderste holtes, en ik zal je vertellen hoe die holtes heten. Nou, de bovenste holtes dat noemen we de boezems en de onderste holtes dat noemen we de kamers. En dan is het eigenlijk heel simpel hoe je iedere holte precies noemt. Namelijk je hebt de linkerboezem, je hebt de rechterboezem, best logisch. Dan heb je de rechterkamer en je hebt de linkerkamer. Nou, we hebben nu even schematisch getekend hoe het hart eruit ziet en hoe de holtes in het hart worden genoemd. Wat links en wat rechts is. En dat moet je even goed weten. Dus als je met me meetekent, het filmpje even op stop zet en deze tekening overneemt, dan ga ik verder vertellen hoe het bloed door het hart heen stroomt. Dus zet even het filmpje op stop en kijk daarna weer even verder. Goed, nou, we hebben dus nu de holtes benoemd, maar hoe stroomt dan het bloed door het hart? Nou, de rechterkant wordt voorzien van zuurstofarm bloed. Dus door de rechterkant komt alleen maar zuurstofarm bloed. Door de linkerkant komt alleen maar zuurstofrijk bloed. En dat is ook de reden waarom links en rechts van elkaar gescheiden zijn. Want je wilt niet dat zuurstofrijk bloed wordt vermengd met zuurstofarm bloed. Dus dat is de reden waarom jouw hart door midden is gehaald, zeg maar. Nou, aan de boezems zitten ook nog eens 2 aders. Want er moet natuurlijk zuurstofarm en zuurstofrijk bloed de boezems instromen vanuit het lichaam. Dus daarom zit er aan de rechterkant de onderste en de bovenste holle ader. En daar stroomt zuurstofarm bloed doorheen. En aan de linkerkant heb je de longader en daar stroomt zuurstofrijk bloed doorheen. Dus hier ook zuurstofarm bloed. Zuurstofarm bloed komt de rechterboezem binnen door middel van de onderste en de bovenste holle ader. En zuurstofrijk bloed komt de linkerboezem binnen door middel van de longader. Nou, de boezems die vullen zich met bloed. De ene rechterkant zuurstofarm, de linkerkant zuurstofrijk. De boezems die knijpen samen en doordat ze samen knijpen komt eigenlijk dat bloed terecht in de kamers. En de kamers die lopen helemaal vol en als ze helemaal vol zijn dan knijpen ze zich ook samen. Want dan moet het bloed vervolgens naar het lichaam of naar de longen toe. En daarom zitten er aan de kamers ook 2 slagaders. Je hebt namelijk aan de rechterkamer heb je de longslagader, want dat zuurstofarme bloed moet vervolgens terug naar de longen, zodat het weer zuurstofrijk wordt. En het zuurstofrijke bloed dat in de linkerkamer zit, dat moet natuurlijk naar alle delen van het lichaam,
omdat al jouw cellen moeten worden voorzien van zuurstof, want anders kunnen ze niet aan verbranding doen. Nou, die slagader aan de linkerkamer, dat noem je de aorta. En de aorta, dat noem je ook wel de lichaamsslagader. Want die zorgt ervoor dat echt het bloed overal in je lichaam terechtkomt. En dat alle cellen worden voorzien van zuurstof. Eén belangrijk ding dat je nog even goed moet weten, is dat de linkerkamer veel gespierder is dan de rechterkamer. En dat komt omdat de linkerkamer, die moet het bloed naar alle delen van het lichaam vervoeren. Dus het bloed moet helemaal bij je grote teen komen. En daarom knijpt de linkerkamer heel stevig bij elkaar. En die wand is zo gespierd, waardoor het bloed met volle vaart door de aorta heen stroomt. En ook dus helemaal beneden bij je lichaam terechtkomt. Dus de wand van de linkerkamer is een stuk gespierder dan de rechterkamer. Dat moet je goed weten. Zet het filmpje op stop en neem deze aantekening over. Neem ook de tekening over, hè? Dus zet met blauw en rood de juiste pijlen neer en de aders en de slagaders. En als je deze aantekening hebt overgenomen, dan klik je het filmpje weer verder, want dan leg ik even uit wat hartkleppen zijn. Oké, dit zijn de hartkleppen. Je weet nog niet waar ze zijn, maar je hebt twee hartkleppen en de eerste, dat zijn de hartkleppen. En de hartkleppen die bevinden zich tussen de boezem en de kamer. Want je wil natuurlijk niet dat als de boezems vollopen, ook gelijk de kamer vollopen. Dat is gewoon heel onhandig. Dus de boezem en de kamer die worden van elkaar gescheiden door hartkleppen. En jouw hart maakt ook kloppend geluid. Kdoem, kdoem, kdoem. Nou, dat kloppende geluid, dat zijn de hartkleppen die samen openklappen en weer dichtklappen. Dus vandaar dat je ook je hart hoort kloppen. Dat zijn de hartkleppen. Nou, je hebt ook nog de halfvormige maankleppen. Want die zorgen ervoor dat als het bloed vol stroomt in de kamers, dat het niet meteen weg kan, zeg maar. Daarvoor heb je halfvormige maankleppen. En die zorgen dus voor dat de kamer en de slagaders nog even van elkaar gescheiden zijn. En pas als de kamers samen knijpen, dat dan die halfvormige maankleppen open gaan, zodat het bloed weg kan stromen. Kijk, dit zijn de halfvormige maankleppen. En dan als allerlaatste wat je nog moet weten, het hart is een spier. En je weet, hè, spier, dat moet ook voorzien worden van zuurstof, want het moet aan verbranding kunnen doen, want het moet continu in beweging blijven. Dus aan de buitenkant van het hart bevinden zich ook nog kransslagaders. En die zorgen ervoor dat het hart ook bloed krijgt met zuurstof en voedingsstoffen, zodat het hart kan blijven kloppen. Nou, dat was eigenlijk alles wat je moet weten over het hart. Zet even het filmpje op stop door deze aantekeningen over te nemen. En dan ben je alweer klaar en zie ik je graag straks bij mij in de les. Tot dan!